Hallo kijkers, tof jullie kijken naar deze gloednieuwe video van Minecraft Hardcore Survival. En ik heb goed nieuws. We hebben nu eindelijk onze eerste vriend. Ik ben niet jouw vriend. We hebben nu een varken in ons terrein. Hopelijk komen er snel nog meer dieren. Ik zag hier ook ergens een appel en hier is die appel. En hier ook nog een appel. Wacht, ik ga even snel iets doen. Varken, ga gewoon mee in de boot. Kom varkens. Kom, zei ik gewoon varken. Oh nee, dat was... Ik had het gras wegslaan, maar ik sloeg per ongeluk het varken. In de boot, jij. Oké, hier gaan we. Ik heb nu nog geen wortels voor je. Maar in de toekomst, zodra ik wortels heb, zal ik heel veel wortels geven. Hier mag je wel even blijven varken. Ondertussen ga ik nog wat meer bomen hakken. Hakken gaan nu ook iets sneller, aangezien ik ook nu met een iron axe kan bomen hakken. Oké, goed nieuws. Ik heb nu een... Nog een vriend gevonden, we hebben nu een tweede varken, jee. Ja, het is even donker, dus ik moet even ook even oppassen. Kom maar, varken, ik heb een plekje voor een nieuw groep, nieuw plekje voor jou. Daar is de weg. Wel een handige manier om dieren te transporteren, die boot. Oh, nu zal die er wel door moeten. En even wachten tot het andere varken er is. Oh, we hebben nog varkens. Ik denk dat we nu wel het etenprobleem hebben bijna hebben opgelost nu. Ja, nu is het in boot. Hopelijk loopt het andere varken hier weg. En snel dingen dicht doen. De kooi. Je ziet dat onze wereld ook groter en groter begint te worden. De kooi was maar 1 op 1 groot. En nu kunnen we wel een beetje vrij lopen. Ik denk dat het ook wel tijd is om mijn huisje hier nog eens even in te richten. Ik moet sowieso ergens een trap hebben. Hier is een goede plek, denk ik. Dus dit ga ik even opvullen met planks. Aan deze kant plaats ik wat dingen, zijn furnaces. Ik ga dit hier toch even gewoon weghalen. Gewoon met planken vervangen. Hier ga ik nog zo'n reeks van dit soort hout plaatsen. Moet hier ook ramen komen. Die nog eens opvullen. Hier bij deze trap wil ik zo allemaal trapdoors hebben, zo. Misschien moeten we ook zo'n pilaar hebben dat zo naar boven gaat. In het midden is beter even opvullen met stone hier zo. En misschien ook deze kant. Misschien of we ook wel bij die andere bomen kunnen. Ja, we kunnen er nog niet heen. Maar het gaat ook wel zeker nog een aantal minuten duren. Moet even denken wat ik aan deze ruimte kan doen. Ik kan hier ook tapijt plaatsen, maar we hebben nog geen wol. Ik kan ook hier even een ruimte maken met allemaal barrels. Barrels komen hier. Wacht, hier komt een bankje en dan komen er hier nog plaats om te lopen. Ik had offscreen had ik ook nog een beetje deze ladder verder naar beneden gedaan. En dan vond ik ook nog deze diamonds. Ik had ze nog niet gehakt omdat ik het in de video wil hakken. Dus het zijn allereerste diamonds van de serie. Of het licht ging opeens uit. Zo. Ah, het is er maar één. Ah. Ik dacht dat er meer zouden zijn. Ja, dat is beter dan niks. Oh, nog diamonds. Wacht. Voor ik die andere diamonds ga hakken, ga ik deze in een kist bewaren. En dan in een soort van klein museumpje of zo. Dan om aan te tonen dat dat dan de eerste diamond is die we ooit gehakt hebben. Oh, is dat wat ik denk dat het is? Ja, snel verlichten. Oké, dat is goed nieuws. Zo'n spawner gevonden. Hier ga ik sowieso warm van maken. Hier nog goud. Oeh, een boek. Ah, hier hebben we echt niks aan. En we hebben bones, dus heel erg handig. Een name tag. Kunnen we een van onze varkens een naam geven. Kunnen ook in een van onze varkens stemmen met deze zadel. Eerste diamonds. Dan weet ik dat hier de eerste diamonds zat. En nu kan ik de andere diamonds hakken. Geen diamonds hier meer, dus we gaan gewoon weer verder naar beneden. We moeten tot min 58. Oh, is dat weer iets? Weer een spawner, deze keer een spider spawner. Oké, we hebben best wel geluk. Oh ja, ik moet best misschien even wat fakkels plaatsen daar, want ze spawnen nog steeds. En ze gaan allemaal dood nu. Ik kan nu ook misschien ook wel zorgen dat ik een bed maak. Dus ik moet dit even blijven staan. Oh, wat? Wat? Dit kan toch niet waar zijn? Nog een spawner. Het regent gewoon spawners nu. Ruimte even spin vrijmaken. Zo, en dan kan ik nu even kijken in de kisten. Dus we hebben 3 spawners gevonden gewoon in 1 aflevering.
even snel een bed maken. Ik ga het bed ook al in mijn huisje plaatsen. Hier komt dan de slaapkamer. Het bed is tijdelijk, komt tijdelijk hier. Even gewoon naast mijn basis gewoon even een farmpje opzetten. Zo ziet de farm er nu uit. Zo. En de zon gaat weer eens onder, dus ik ga nu weer even ondergronds wat mijnen. Jee, je kunt nog wat diamonds kunnen vinden hier. Het zijn er al meer dan 2. Oh, kom hier zelfs een kif tegen nu. Laat ik nu even snel de diamonds hakken. Oh, redstone heb ik ook niet tegengekomen, denk ik. Ja, hier zijn zombies. Oh, nog een spawner. Oké, het regent echt spawners. Ah nee, het is een zombie spawner. Oké. We zijn hier nog niet geweest, want... Ja, hier zit nog loot in. Ik heb ook linksbovenaan ook coördinaten staan. Dus als ik hier een farm wil maken, moet ik dan even dit stukje van de video even terug even kijken. Door het looten van al die dungeons heb ik heel wat pumpkin seeds en melon seeds. Dus die wil ik ook nu ergens planten. Zo. En nu begint ons etenprobleem al een beetje opgelost te geraken. Oh, ik zag een skeleton. Oh, hij ziet mij. Dus even spannend, want ze zijn nu laag. Oké, ik liep gelukkig goed af. Nu hebben we nog wat extra boonmeel. Dus dat betekent dat we nog extra brood kunnen maken. Of ik ga het eerst even bij de melons doen. Zo. Oh, er is al meteen een melon gegroeid. We kunnen nu ook melons eten. Ik heb ondertussen ook wat spulletjes hier verplaatst naar deze ruimte. Oh, een koe! Yes, een koe. Die hebben we zeker nodig. Een koe. Hier gaan we de koeienfarm maken. Dus hier kunnen dan koeien komen nu. Hey koe, volg me. Ik heb wat leuks voor je. Kom maar, koe. Koe. Kom maar hier, koe. Ja, hier, koe. Mooi gedaan, koe. Hoe zag ik daar nu net nog een koe? Nog een koe. Ik denk dat dieren uit de border wel in de border kunnen. Waar zit de koe nu? Ja, volg me. Ja, ze kunnen tot met mij komen. Oké, de koeien, volg me even. En jullie gaan ook gelijk een kindje maken. We kunnen nu eindelijk tot een nieuwe boom en... Ja, dat is de eerste keer dat ik het houtsoort even zie. Dus we hebben deze roos petals. Is misschien wel leuk om voor het huis te zetten. Goed, ik hoop dat ik die boom ook daar kan planten. Hier nog eens diamonds gevonden. Ik ga nu ook even de allereerste diamond pickaxe maken. Met die diamond pickaxe kan ik nu ook eindelijk wat obsidian verzamelen. We hebben nu genoeg obsidian om een portaal naar de nether te maken. Portaal maak ik hier gewoon flint en steel en we steken het portaal aan. Dan benieuwd waar we zo spawnen. Oh, basalt. Ah. Dit is niet echt ideaal, zeker in hardcore. Vooral met al die magma dinges en zo. En ik hoop trouwens dat we niet ver zitten van een nether fortress. Dat zou het dan weer goed maken, deze spawn. Ik heb nu even niks te zoeken in de nether. Ik wou gewoon even kijken waar we zouden spawnen. Dus kan ik misschien nog verder gaan met de inrichting. Dan kan ik hier mijn slaapkamer maken. We kunnen nu ook van deze lampen maken. Hier komt er misschien nog een schilderij. Ik kan er misschien ook aan deze muur in zetten. Dan hier in het midden. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is hier eentje nog. En boven misschien ook ergens een lantern. Misschien hier zo. Even wat nog meer kisten zetten. Maar tijd om de koeien eten weer eens eten te geven. Hier kunnen we nog best wel wat inrichten. We kunnen misschien één grote tafel maken. En die plaats ik dan hier zo. Nog de trapdoors plaatsen. Oh, ik heb net genoeg. Wat ook misschien wel gaaf zou zijn als we hier zo'n geheime ingang hadden. De geheim ingang. We konden misschien ook een mijn hier zo maken. Ja, dan kunnen we misschien... Oh, ik heb misschien een idee. Dan maken we hier zo een, of een kelder. Ja, kunnen we daar misschien opslagruimte maken of zo of iets anders. Goed, ik denk dat het een goed moment is om deze aflevering af te sluiten. We hebben in deze aflevering het huisje een beetje ingericht.
We hebben diamonds gevonden. En we hebben heel veel spawners gevonden. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik je terug bij de volgende video. Doei doei.